Ik heb 200 gram suiker afgewogen. 250 gram. Samen met 50 gram water. En een eetlepel honing. En nou, hiervan... dat moet een karamel worden waarmee we de sushi zo meteen gaan plakken. Dus dat mag nog eventjes opstaan. Nou, ondertussen kunnen we wel vast de sushi's vullen. Dat kan eigenlijk heel makkelijk. Je pakt een sushi. Je knipt er eventjes zo een kruisje in. En dan heb je eigenlijk een gaatje wat je heel makkelijk kan vullen. Ik had er hier al wat voorbereid. Ze moeten wel goed afgekoeld zijn, want anders... dan smelt de moes of de bavarois weer en dat wil je ook niet. Dus nog een paar. Dus die mag je allemaal vullen. Nou, ondertussen staat de karamel aardig te borrelen. Maar die mag echt een mooie karamelkleur krijgen. Dus echt mooie goudbruin. En dan moeten we nog even wachten. Nou, ik heb denk ik wel genoeg sushi zo. En dan heb ik eigenlijk een kom gepakt. Maakt niet uit wat voor kom. Het is wel leuk als het een beetje rondloopt, want dan krijg je straks eigenlijk ook zo een ronde taart. Daarbij hebben we een bakpapiertje, zodat het niet gaat vastplakken. En wat makkelijk is om bakpapier te vouwen, even onder de kraan, een beetje afdrogen. En dan kan je hem heel makkelijk in een eigen vorm duwen. Dat neemt dan helemaal de vorm aan van de kom die je gebruikt. Dus dat is perfect. Dit duurt wel eventjes meestal. Pas wel op, want ik kan echt... Ja, dit is, zometeen is het echt wel 160 graden. Dus dat is echt heel warm. Dus, die mogen we even laten staan. Nou, ondertussen heb ik ook wat decoratie klaargezet. Maar eigenlijk kun je alles gebruiken wat je leuk vindt. Pareltjes, suikerpareltjes, deze hartjes, gedroogde bloemblaadjes. Natuurlijk ook superleuk. Een beetje poedersuiker. En de viooltjes. En eigenlijk kun je gewoon allemaal soorten eetbare bloemen gebruiken. Eigenlijk zolang het maar niet bespoten is geweest... kun je het gewoon op je taart doen, want hier is dan ook nog leuk Oost-Indische kers. De karamel begint wel aardig vorm te krijgen. Ik denk dat hij nu zo'n 120 graden is. Eventueel kun je ook de temperatuur mee verpakken. Hij moet ongeveer 160 graden worden. Maar meestal zie je het zelf ook wel. Ik maak ook heel vaak macarons en dan... daar moet het 120 graden zijn, de suikersiroop. We moeten nog even wachten. En dan krijgt het echt een beetje een mooie... Amber. Die heb je al gemaakt vanmorgen? Die heb ik al gemaakt. Maar ik ga ze straks ook nog bakken. En ik maak eigenlijk twee soorten van de bakzolder. En dat is eigenlijk dat is gewoon super leuk voor kinderen, want die kunnen het eigenlijk gewoon helemaal zelf doen. Alleen met het plakken van de sushi's moet wel eventjes... dan bij zijn, want anders is het misschien een beetje gevaarlijk. Nou, en eigenlijk dook je dus het sushi in de hete karamel, wel heel voorzichtig natuurlijk. En dan kun je ze plakken. Hoe groter de taart natuurlijk, maar je kunt ook gewoon een beetje een kleintje maken. Deze wordt niet zo heel groot, ik denk ongeveer 30 sushi's. Hi. Hallo. Nee, als je denkt, nou dat is nog niet helemaal vast, kun je nog een klein beetje. Een klein beetje cement ertussen. Een klein beetje cement ertussen en dan komt het goed. Dus die komt ook op de website, dus dan kun je precies zien... Je wordt hier wel blij van, hè? Dat weet ik het al.
Nou, je kunt er gewoon allemaal versieringen op doen die je leuk vindt. Je kunt eventueel ook hagelslag op doen of muisjes. En dat is hem geworden. Applaus. Leuk.